Dames en heren. Hallo. Ja. welkom allemaal. Dit is een hele goede luidspreker, klink ik. Kunnen jullie me goed verstaan? Dat vind ik juist prima. Hartelijk welkom allemaal. In de eerste plaats de kunstenaars van al deze prachtige werken. Ik zie ook mensen uit de politiek, collega's. Natuurlijk hartelijk welkom Herbert Bos, die zo meteen de opening voor u gaat verrichten. Ik wil nog heel even zeggen dat ik het altijd weer een feest vind, deze tentoonstelling. In de eerste plaats om jullie allemaal zo hier te zien, zoveel mensen. Dit was altijd de drukst bezochte tentoonstelling van het jaar. En ook daarna komen er nog heel veel mensen kijken, want jullie nemen allemaal vrienden en vriendinnen en familie en dergelijke mee. En het is ook zo leuk om, ik vind het een feest om deze tentoonstelling te mogen doen. Het wordt gefinancierd door de gemeente Amstelveen, dus waarvoor mijn grote dank. Het is altijd heel veel werk, maar als ik er dan langs al die werken loop en ik zie wat er allemaal achter de voordeuren in Amstelveen gemaakt wordt aan kunst, aan mooie dingen om naar te kijken en van te genieten. Nou, dan ben ik heel erg trots op jullie. Er is dit jaar wederom een publieksprijs, zowel voor platte werk, als ik het zo even mag noemen, en het driedimensionale werk. De stemformulieren zijn hier, die kunt u ook hier weer daarin doen. Dus stuur zoveel mogelijk mensen naar deze tentoonstelling om op uw werk te stemmen. Daarnaast hebben we dit jaar, net als vorig jaar, de SAKB. En we noemen het nu de aanmoedigingsprijs. Wij zullen niet gaan kijken naar het mooiste werk of het beste werk. Wij zullen gaan kijken naar het werk wat in potentie heel goed is, maar waar nog wat aan geschaafd zou moeten worden. Waar mensen via een cursus misschien nog wat techniek kunnen leren. En die prijs zal ook zijn voor het platte werk en ook voor het driedimensionale werk. En ik geloof dat die uitreiking over 3 weken is, maar dat staat op de uitnodiging. Ik geef nu het woord aan Herbert Bos. Dankjewel, Hetty. Dames en heren, ik ben Herbert Bos. Ik ben directeur van de Volksuniversiteit. Voor wie niet weet wat dat is een instelling voor volwasseneneducatie. En die zit hier ook aan het Stadsplein, schuin aan de overkant. Allereerst wil ik de directie van de Kunstuitleen natuurlijk heel hartelijk bedanken voor deze uitnodiging dat ik vandaag de eer heb om deze mooie tentoonstelling te openen, deze amateurkunst tentoonstelling. Ik ben van de week al even komen kijken toen de tentoonstelling net was ingericht, want ja, op een uitnodiging van wil jij de amateurkunst tentoonstelling openen, ja, vroeg ik mij allereerst natuurlijk af, wat is dat dan precies, die amateurkunst? Ik kom hier al heel lang in deze kunstuitleen en er is een heel bijzondere collectie van heel divers werk. En ik vroeg mij af, ja, hoe ziet dat er dan uit? Wat zijn dat voor werken? Want er bestaan kunstenaars, maar er bestaat dus ook zoiets als amateurkunstenaars. Dus ik ben gaan kijken en ik sloeg stijl achterover, moet ik zeggen. Want er is een diversiteit en een bijzonderheid en een enthousiasme wat van deze werken afspat, dat is werkelijk heel bijzonder. En nou zult u zich misschien afvragen, ja, maar ja, hoe kan een directeur van de Volksuniversiteit dat eigenlijk beoordelen? Nou ja, natuurlijk niet als een echte professional, maar toch heb ik daar een heel klein beetje zicht op. In die zin dat bij ons op de Volksuniversiteit worden ook cursussen gegeven in de creatieve vakken. Je kunt daar leren tekenen, schilderen, beeldhouwen, aquarel enzovoort. En af en toe ga ik wel eens kijken. En een tijdje geleden ben ik geweest bij een eerste les van een cursus tekenen. De technieken en materialen van het tekenen. En dat vond ik heel bijzonder, want wat gebeurde daar? Er was een docent die ging daar met cursisten aan de gang en die werden meteen aan het werk gezet. En die moesten een stoel natekenen. Dan kun je denken, ja, een stoel natekenen, wat is daar nou voor leuks aan? Maar daar had zij een doel mee, want zij wilde dat op 2 manieren doen. Zij wilde dat die benadering van dat object op 2 manieren zou geschieden. Ze moesten in 1 les 2 tekeningen maken.
De eerste moest zijn een tekening naar het gevoel. Gewoon, je ziet een stoel en je gaat met een potlood aan de gang en je tekent die stoel. Nou, gewoon zoals dat op je overkomt. Proefondervindelijk kijken hoe ziet die stoel eruit. De tweede manier om die stoel na te tekenen was een beredeneerde manier. Goed kijken naar perspectief, naar lichtval, naar licht, donker, schaduwverhoudingen, dieptewerking. Nou, dat is voor de eerste keer nog niet heel eenvoudig. En aan het einde van die les moesten die cursisten dan bij elkaar gaan kijken hoe ze op twee manieren die stoel hadden getekend. Waren totaal verschillende stoelen geworden, dat begrijp je natuurlijk wel. Ook veel stoelen bij waar je eigenlijk nooit op zou willen zitten. Maar het was toch een heel bijzonder experiment. En wat ik nou zo leuk zou vinden is als u nou straks langs al deze werken gaat kijken, gaat lopen en kijken. Probeert u zich eens in te denken hoe de kunstenaar van dit werk naar het werk heeft gekeken. Is die helemaal beredeneerd te werk gegaan? Is die met zijn zuivere timmermansoog te werk gegaan? Of heeft hij bij het maken van dit werk zijn gevoel laten spreken? Is het meer een impressie? Is het meer een gedachtegang? Is het meer een opwelling van een inspiratie op dat moment? En dan zult u merken, en dat had ik ook toen ik de tentoonstelling mocht bekijken, dan zult u merken dat er van beide stromingen hier ontzettend veel vertegenwoordigd is. En sommige werken zitten er ook tussenin. Dat is leuk, dat is interessant, want daarmee krijg je dus een enorme verscheidenheid van ja, in wat hier allemaal hangt en wat je hier kunt zien. Eendimensionaal en ook driedimensionaal. Wat u daar beneden op de onderste etage ziet. Ik maak de kunstenaars, dan ook de amateurkunstenaars, maar dat vind ik niet zo mooi. Het zijn gewoon voor mij kunstenaars. Maak ik daarom ook een heel groot compliment. Want het is een kwalitatief, een hoog niveau wat ik hier zie. Zo komt het op mij over. En de kunstuitleen steekt natuurlijk hier ook mee zijn nek uit om die kunstenaars ieder jaar hier weer uit te nodigen om in dit mooie gebouw te mogen hangen. Dat is natuurlijk voor de kunstenaar zelf een enorm compliment en ook een bevestiging. En dat is heel fijn. Dat lijkt mij voor de deelnemende kunstenaars een stapje verder in hun ontwikkeling. En ik wou de kunstenaars ook iets meegeven als slot van mijn opening van deze tentoonstelling. Want ik denk dat ze ook misschien wel aardig. Ik ben een beetje gaan snuffelen van welke goede kunstenaar zou ik nou eens kunnen aanhalen die daar een beetje op aansluit. En dan kom ik bij Pablo Picasso uit, die ooit heeft gezegd in het Spaans, ik moet even kijken of ik dat uit mijn hoofd kan, die heeft gezegd: el sentido de la vida es encontrar tu don. El prospecto de la vida es compartirlo. En daarmee bedoelde hij, de zin van het leven, de betekenis van het leven is zoeken naar je eigen talent. En het doel van het leven is om dat met andere mensen te delen. Want dat is het ware plezier van deze tentoonstelling. En daarmee is deze tentoonstelling vandaag geopend. Openingsspeech en van zoveel praten krijg je dorst, Herbert. Dus hierbij een lekker flesje. En jullie labsparty, geniet van alle mooie dingen hier. Dankjewel.